Nou, we zitten momenteel op de autostrade. En naar waar gaan we, mama? Naar Nieuwpoort. Maar dat duurde lang. Ja, ik denk altijd Middelkerken, maar het is Nieuwpoort. Ja, oké. Dus we zijn op weg naar Nieuwpoort. Het bordje van Nieuwpoort gepasseerd. Ja. Hoe lang nog, mama? Nog in totaal, voor we aan het appartement zijn, een zevental kilometer. Oké. We zijn aangekomen op ons appartementje. Ik zal een korte rondleiding geven. Hier is de inkom. Een toiletje. Badkamer. Spiegel, mama die al aan het uitpakken is, slaapkamer, living, keukentje en het terrasje. Voilà. Ondertussen zijn we gaan lunchen. We zijn ook eventjes gestopt aan de speelhal Peter Pan. En we zijn naar de Carrefour geweest om een paar inkopen te doen. We hebben alles uitgeladen. Dus nu gaan we eventjes rusten op het terras. Oké, we gaan naar het strand voor mama. Wat gaan we drinken? Een cocktail of een mocktail? Ja. Een cocktail natuurlijk. Ja, jij een cocktail en ik een mocktail. We zullen zien. Oké. Ik ga nog het laatste stukje naar de Spartacus Run kijken en dan ga ik douchen en slapen. Jij mama? We gaan nog een beetje langer blijven. Mama gaat nog langer opblijven, ze gaan nog tv zien. Ja. Goedemorgen, amai. Niet zo goed geslapen, mama? Nee. Ja. Maar oké, we gaan eens kijken of de zon schijnt. Precies wel. Oeh, amai. De zon schijnt op ons terrasje. Yes, oké. Ik ga me omkleden, want zo meteen gaan we naar het strand. €30, 10 euro per stuk. Het was geen zonde. Oké, nu kunnen we een dagje zonnen op het strand. Ik ben nog altijd One Last Stop aan het lezen, maar op het strand ga ik beginnen aan Beach Reads. Wat hebben ze bij? Een cookie dough en een classic Magnum. En is dat je cookie dough met een lepeltje? Ja, dat is het. Ik heb er toch iets in horen rammelen. Ah, een cookie dough dan. Dat dacht ik al. Ah. Yes, thank you. We zijn net terug van het strand, het eten staat in. We zijn gestopt aan een viswinkeltje. Een slagerijachtig iets waar dat ze voorbereide maaltijden hadden. Die staan momenteel in de oven. Wat zit erin, mama? De peper. Chance dat ik het zie.
Ja, amai. Ceramonstond tegen de ramp. Ik eet hem niet. Oké, ik heb linguine met roquefort en ham. En mama die heeft scampi diabolique met ook een soort pasta. Welke soort pasta was dat? Tagliatelle, denk ik. Tagliatelle, ja. Dat is denk ik, ja. Are you ready? Are you ready to go? Are you ready? Are you ready to go? Are you ready? Are you ready to go? Ooh, baby! Je maakt ze er klaar of niet? Ja, nog juist even drinken, dan ben ik er. We zijn naar de avondmarkt geweest en dit is mijn aankoop. Een broek, een bijpassend topje en een ketting bijpassend. Oké, hier zijn we weer met een update. Ik ben momenteel mijn beeldjes van de voorbije dagen. Oei, dat is het niet. Dit. Van de eerste twee dagen heb ik allemaal in mijn computer op mijn harde schijf geladen. Ik heb die allemaal een naam gegeven. Dan kan ik beginnen met die te monteren. Mama die is ondertussen haar nagels aan het plakken. Die ze gisteren in Action gekocht heeft. dan ga ik mezelf nog douchen. Spartacus run kijken. En dan slapen denk ik. Ik weet het nog niet. Alleszins, dat zal het geweest zijn voor vandaag. Tot morgen. Goedemorgen, weer een nieuwe dag. Mama is net naar de bakker. Dus ik ben eventjes aan het wachten tot ze hier is voor we kunnen eten. Het is bewolkt vandaag, maar ik denk dat de zon er wel gaat doorkomen. Ik was aan het wachten buiten tot ik u zag, maar ik was er wel aan het afwassen. Naar het bakkertje geweest. Ah, amai, wat heb je allemaal al? Nee, dat is een koek van ja, een koek van ma. En... Ah. Zeg, maar dat is wettig hoe lang, wat volk dat er stond. Minimum 20 man van ma. Dat is de draaiwinkels verder aan het schoven. Dan zette jij nog rap terug. Ja, dat ging er overuit wel, dat moet ik zeggen. Een deel afval wegdoen. Wat zit er? Oei, ik zie het niet. Het is ondertussen namiddag, rond 4 uur en we zijn terug van het shoppen. Ik zal eens tonen wat we allemaal geshopt hebben. Oké, om te beginnen ik ga eerst het terras even openzetten, want ik heb het warm. Wat hebben we geshopt? Oké, kratjes van de Hema. 1+1 gratis, een picknickdeken. Uiteraard boeken. Ik heb Two Can Keep a Secret, The House in the Cerulean Sea en de Agathas. Dan, wat hebben we nog gekocht, mama? Yves Rocher, douchecrème, 3 voor 10 euro, denk ik. En een dagcrème van Yves Rocher. Dan nog in de Hema een cleansing water. Dan in de Holland & Barrett kurkuma. Voor een proteïne shake. Dit is ook nog van de Hema. Face wash.
Ah, dat is als dit. En voor mijn tandenborstel in te stoppen als ik op reis ga. Dan 2 Win for Lives die we nog moeten krassen. Van de Rituals, een nieuwe geur. De Ritual of Mer. Het wil het niet scherp stellen. Ja, voilà. Deze. Dan 3 gezichtsmaskers voor 5 euro, ook in Solle. Letters voor op mijn kratten. Is het dat al, mama? Dan nog een broek en een t-shirt als cadeau voor mijn broer. En dat is het toch niet? Ik denk het, ja. Oh, het valt nog meer. Ja, het valt mee. Er staan nog meer al. Ja, een beetje drinken en zo. Maar ja, een beetje drinken, man. Ja. Er was wel nog 1 leuk winkeltje met juwelen waar we morgen nog eens terug naartoe gaan, maar onze handen waren vol. Dus we zijn teruggekomen. Ik ga nu Win for Lives krabben. Oké, okay. Onze symbolen zijn een glas en een boot. Dat is al niks. En hier een uurwerk en een cadeautje. Eerste! Is het echt? 5 euro, kan dat nu? Ja, dat kan. En dan heb ik de helft terug. Hè. Dat is goed. Hè? Nee, wat moeten hebben? Ja, een uurwerk en of een cadeau ook. Een nieuw vakje. Kijk eens, ja. Wie moest een glas of een boot hebben? Vliegtuig, dat is niks. Hier een vliegtuig en goud. Ah ja, 5 euro hebben we. Hier ook 5 euro! Een vliegtuig, vliegtuig. Kunnen we nog eens terug? En hier weer een. Wat is dat? Een doos en een cadeautje. Ja! Nog eens 5 euro! Maar, is dat waar? Is dat waar? Maar ja, hier vliegtuig 5 ja, euro. Dan hebben we 5 hier euro winst. 5 euro. Hey, 15 euro! Tududududu. Dan hebben we 5 euro winst. Yes! Het is verwenavondje en we hebben als start. Stel me nu uit te lachen. We hebben als start een voetmasker van Cinderella. Tada! Stap 2, maskertje op mijn gezicht. En nu ga ik in het badje met een badbom. Gedaan, maskertje eraf, bruisbal opgelost, tijd om te gaan slapen. Slaap wel, tot morgen. Het is vandaag onze laatste volledige dag in Nieuwpoort. We hebben fietsen gehuurd en we zijn naar het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort gefietst en dat gaan we nu bezoeken. Mama!
We zijn naar de Bizou geweest voor een juweeltje. We zijn vanochtend naar de beachbar geweest. En een water gaan eten. En nu gaan we terug naar de studio. Oeh, amai, de zon. Het is nu 6:30 s'avonds en ik ben nog eventjes naar het strand gekomen om te lezen. We zitten momenteel in de auto op terugweg naar huis. We hebben daar met de studio opgekuist en daarmee is ons stripje in Nieuwpoort afgerond. Spijtig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.